En dan komen ze aan, dames en heren, de deelnemers aan Paviljoen de Klip Mini Gouden Zweep. En onder nummer 1 zien we Jordi. En Jordi wordt gereden door Jils Bosman. Onder nummer 2 Sjaak en Grace Wever. En nummer 3 is King. En die wordt gereden door Emma Sjoerdsma. De 4 is Nicky Obermeijer met Rakker. En onder nummer 5 Thijs Blom en Goofy Rood. De 6 Zoe Wester en Blue Springwater. En de 7 is Jennifer Haarsma met Brianna. Deelnemers Defilé. Onder nummer 8 Nikita Menger met Red Memory. En de 9 is Indie Jonge Jan en Kees. Onder nummer 10 Sterrenbakker en Skippy. En de 11 is Stacy van Brederode met Roos. De 12 is Liz van Brederode met Topper. En onder nummer 13 Marianne de Zoete met Merel. En onder nummer 14 Quincy Vader met Fleurtje, de snelste pony van Nederland. Maar die moet dan ook zo dadelijk vele meters geven aan de concurrentie. Start vrij! Voor het winnende paard wordt een zierdeken en een ereprijs beschikbaar gesteld door de stichting NDR. Maar dat zal denk ik toch wel gaan om de gouden zweep. Ik zal het even navragen. Ze hebben dit onder de ponies gezet, Kees. Maar dat geldt niet voor de ponies, hè? Nee, oké. Okay. Ik vraag het toch even na. De eerste gaat ongeveer daar staan en de laatste die komt ongeveer hier. Deze is zo snel. Deze is zo snel. Je moet een paar honderd meter geven aan de kop. De volgende trainers worden met hun paarden in de paddock verwacht. De trainer John Smit, Anneke Hendricks, Rob van Toor en Bianca van Darst. Goed, de nummers 13 en 14 die staan op hun post. De overige deelnemers die worden zo dadelijk ingedeeld. Gebeurt aan de overkant van de baan. We duiken zo dadelijk de nooddorpbocht op. En dan gaan we naar de finish in deze Paviljoen de Klip Mini Gouden Zweep. Jerren, ken jij ze allemaal? Kun je dan even bij naast me komen staan? Ja, misschien dat mijn microfoon wel zo ver rijdt, maar ik weet niet zeker. Goed, het wordt allemaal nauwlettend in de gaten gehouden. Niemand kan een metertje pikken.
Maar over enkele ogenblikken gaat de start toch echt vallen. Van het paviljoen De Klip, mini gouden zweep. Starter Beukema, hij lijkt tevreden en is op weg naar zijn rostrum. Het gaat elk moment gebeuren. Hij is nog niet helemaal tevreden. Ja, de vlag omhoog. Kom, lopen Fleur. Dan kan het nog. En de start is gevallen. De deelnemertjes zijn onderweg. En uiteraard zijn het die ponies vooraan die de beste papieren hebben. En het is na de start aan de leiding... Emma Sjoerdsma, die gaat er vandoor met King. Op de tweede plaats erachter hebben we dan aan de binnenzijde Jills Mosma met Jordi. En Grace Wever ligt nog op de derde plaats, maar er komt al een reactie vanuit het veld. Want daar komt Rakker met Nicky Openmeijer en die heeft de starthandicap al goed gemaakt. In de achtervolging is Brianna, die ligt op dit moment op de vijfde plaats. Als de deelnemers dan afkoers op de laatste bocht, we kijken even naar het achterveld. En er komt nu pas aan de overzijde van de baan Fleurtje met Quincy Vader. En die staat vandaag echt wel om een berg te beklimmen. We zien wel de dames van Brederode naar voren komen, Stacey en Liz. En beide maken ze een goede indruk, maar vooraan is het nog altijd die koploper van het eerste uur. Emma Sjoerdsma die met King het veld de laatste bocht inbrengt. Heeft hier een halve lengte voorsprong, maar Nicky Obermeijer die komt met veel machtsvertoon op aan de buitenkant met Rakker. En deze twee paarden die hebben nu een aardige voorsprong genomen op de concurrentie. Waarbij aan de binnenzijde nog altijd Jills Bosman vecht. En ook Grace Wever komt. En er gaat er eentje heel hard binnendoor. Wie is dat deelnemertje die daar zo leep naar voren komt? Nee, dat is geen roze. Er is er één op de tweede plaats gekomen, achter Rakker. Maar Rakker brengt het veld straks de laatste rechte lijn in. Vanuit de start van het veld maakt Brianna een goede indruk. Die komt daar met Jennifer Haarsma naar het derde spoor. Vanuit het achterveld nu ook de aanval. En ik denk dat het Stacey van Brederode is met Roos, maar dat kan ook die andere zijn. Het is Liz. Het is toch Liz. Die met topper aan de buitenzijde hier drie dik naar voren komt. En op dit moment een hele goede indruk maakt. Doet dat samen met Rakker, die de leiding over heeft genomen. Dat tussendoor komt Brianna mee naar voren. En vanuit de start van het veld probeert ook Sterrenbakker met Skippy de nodige meters goed te maken. Maar het is aan de buitenzijde. Hier Topper die naar voren komt en die vecht het uit met Rakker. Maar Topper is mogelijk op weg naar gouden zweepwinst. Heeft anderhalf, twee lengte voorsprong. Rakker aan de binnenkant vecht voor zijn leven. Daarachter is het Brianna. Maar Fleurtje komt. Fleurtje komt met veel machtsvertoon vanuit het achterveld. Maar had een te grote achterstand. En Brianna wordt uitgeschakeld. Uitgeschakeld Brianna. Het is nummer 12 hier. Liz van Brederode met Topper. En Liz gaat op weg naar de grootste overwinning uit de carrière. Nee, hij stopt ermee. En dan pakt Sterren hem. Jawel. Sterrenbakker, oeh, door het stek. Oh jee, dan wint Nicky Obermeijer. Nicky Obermeijer is de winnaar met Rakker. Op de tweede plaats Quincy Vader met Fleurtje. Kon een neusje tekort. Maar het geluk is aan de kant van Nicky Obermeijer. Zij is de winnaar, want die eerste twee sprongen allebei door het stek. De jury is onverbiddelijk. Ja, nee, we gaan nog even in heroverleg. Want de vraag is of Topper wel werkelijk sprong. Als dat niet zo is, dan wint hij het natuurlijk.